Charlotte Moreau aan de ontbijttafel bij haar gastgezin in Aalter. Ze is 18 en woont in de buurt van Brussel. Maar tot het eind van het schooljaar volgt ze les in Vlaanderen. En dat is even wennen. Het is de eerste dagen dus. Het is altijd een beetje spannend. Zie je. Ja. Ze fietst naar het Emmaüs-instituut in Aalter, waar ze economie moderne talen zal volgen in het zesde middelbaar, om haar Nederlands te verbeteren. Van harte welkom. Okay. Dank je. Absoluut. Dank je wel. Ik denk dat wanneer je in Brussel wil werken, het is zeer belangrijk. En ja, het is België, so, dus we hebben Nederlands en Frans. Ik denk dat het belangrijk is om Nederlands te spreken. Het eerste lesuur natuurwetenschappen verliep goed. Charlotte studeerde vorig jaar in de Verenigde Staten. En de overgang naar het Nederlands vraagt wel wat tijd. Wat is het moeilijkste aan Nederlands? Mijn woordenschat misschien. En de structuur en de grammaar. Ja. Voor de leerkrachten is het ook even aanpassen. Zij moeten rekening houden met de uitwisselingsstudenten. Ik had het daar straks ook voor. Ik had het woordje tussen afgekort als TSS. Maar dan kunnen zij moeilijk begrijpen natuurlijk wat er op het bord staat. Dus dat zijn zaken dus waar we moeten op letten. Niet te snel praten, dat ze kunnen volgen. En ook geen afkortingen en dergelijke meer op het bord gebruiken. WEP, een organisatie die ervoor zorgt dat leerlingen voor een trimester of een volledig schooljaar op uitwisseling kunnen, merkt dat steeds meer Walen voor Vlaanderen kiezen. Je leert uiteraard een taal zeer goed spreken. Als je een half jaar hier blijft, heb je toch wel een heel goed niveau. Na een volledig schooljaar kan je echt wel zeggen dat je perfect tweetalig bent.